Zo kent zowat iedereen Venetië, de stad met de vele kanalen die elk jaar 30 miljoen toeristen ontvangt. Wie met een boot langs het Canal Grande vaart, ziet de komende maanden dit werk van de Limburgse kunstenaar Tom Herk. Een skelet van bijna 10 meter hoog dat een dino uit het water vist. Waar al de volk voorbij komt, dus er gaat sowieso ergens een dialoog komen met de mensen en het werk zelf. En ik merk nu ook eigenlijk wel dat het een beetje toch wel de talk of the town is en heel veel mensen toch wel over het werk aan het speculeren zijn en erover bezig zijn. En in de San Giorgio Maggiore heeft Berlinde de Bruikere een eigen tentoonstelling. Nergens krijg je zoveel exposure dan in de Biennale van Venetië. Iedereen die iets te maken heeft met kunst, cultuur, die is hier, die ziet alles. En ik vind dat je dat wel voelt, die energie in die stad, als je nu rondloopt. Hè, al de mensen uit de kunstwereld zijn hier. De focus ligt in de tuin van de Biennale, de Giardini, waar landen hun eigen paviljoen hebben en er een grote expo loopt. Het Belgische kunstenaarscollectief Petticoat Government bracht folkloristische reuzen naar Venetië. Maar ze willen het Belgisch paviljoen vooral openstellen voor het publiek. Tot hier zijn ze gekomen om hun reuzen op te tuigen. Dus dat was zeer ontroerend voor mij ook om die verschillende gemeenschappen samen te zien werken aan één doel. Zowel feministen als macho's. Dus het is een ruimte, niet alleen om naar dingen te kijken, ook maar om te gebruiken. Je kunt hier ook een vergadering organiseren. Als je... Wereld zien door de ogen van kunstenaars, verzameld in één stad. Dat is de Biennale van Venetië. De tentoonstellingen lopen nog tot november.